In de zomer van vorig jaar barstte de spreekwoordelijke bom aan het Zuidstation. Een Antwerps gezin dat haar laatste trein gemist had, filmde er een steekpartij. De verloedering van Brussel-Zuid werd nationaal nieuws. De vuiligheid en onveiligheid kon niet langer genegeerd worden. Het gebeurt dat er diefstal met geweld is, waarbij dat er bijvoorbeeld een bedreiging is met messen onder bedreiging om portefeuille, horloge of andere waardevolle spullen af te geven. Het Nationaal Crisiscentrum werd ingeschakeld, de vele betrokken overheden bij elkaar gebracht. Er kwam een actieplan. Ce qu'on montre ici aujourd'hui, c'est vraiment le fédéralisme de coopération. Het beloofde politiekantoor in het station is er nog niet. En ook niet alle problemen zijn opgelost. Maar het Zuidstation is wel merkelijk properder en veiliger geworden. Zowel bij dag als bij nacht. Maar, zeggen de buurtbewoners, de problemen hebben de Cro en Co niet echt weggekregen. Ze zijn hooguit wat verschoven. Naar een paar straten verderop bijvoorbeeld. Waar zijn die mensen? Die komen hier. Twee straten een beetje verder. Voilà. Deux rues plus loin. On les met là. Mais déplacer, c'est pas la solution. Faut supprimer. Faut enlever ça. Faut faire quelque chose. On fait rien. Et ça, c'est triste. Wat zijn de grootste problemen waar u tegenaan loopt hier in Brussel? De grootste drugs. Zonder drugs, geen ruzie. Geen probleem. Met drugs, veel ruzie, veel geld, veel ruzie. Ik heb hier gewoond bijna 25 jaar. Brussel is niet dezelfde Brussel van vroeger. We zijn bijna in de film van Amerika. En u bent verhuisd? Ik ben, sorry, ik heb bang voor mij, ik heb bang voor mijn kinderen, voor mijn vrouw. Ik ben weg naar Aalst. Goedele en Steven delen de frustratie. De prachtige gevels aan de luchtvaartsquare op 500 meter van het Zuidstation doen dromen. Maar hun droom ligt aan Diggelen, want ook Steven is na 17 jaar uit de buurt verhuisd. Het voelt ook wel dat het druggebruik in de wijk enorm toegenomen is ten opzichte van jaren voordien. De buurtbewoners missen een daadkrachtige overheid. Of zijn er net te veel niveaus bevoegd? Bijvoorbeeld het gebrek hier aan beheren van het monument wat hier achter ligt. Eigenlijk een historisch monument. Er zat initieel een tuin achter met allemaal kleine parterres. Maar op dat moment zie je eigenlijk ook allemaal mensen tussen die haagjes slapen, hun behoeften doen, andere zaken uitwisselen. Als je op het maaiveld loopt, hier op het plein zelf loopt, dan zie je dat niet zozeer. Maar van bovenuit, de appartementen die hier rondstaan, kijk je daar echt in. Hoe hebben ze dat dan aangepakt? Ze hebben, omdat er hier drugs verstopt werden tussen die mooie planten, hebben ze de planten weggedaan. Dat was de enige oplossing, geen ander beleid. Brusselse beleidsniveaus, het is een kluwe. Als bewoner je weg vinden naar de juiste bevoegde instantie is op zijn minst een uitdaging. Want om haar 161 vierkante kilometer te besturen telt het Brussels hoofdstedelijk gewest maar liefst 6 politiezones, 19 gemeenten, er is een gewestregering en er gelden federale regels. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug. Hier bijvoorbeeld staan we op gemeentelijk. Op een gewintelijk niveau, maar de boulevard is eigenlijk een gewestweg. De overkant van de straat is een andere politiezone dan deze. Een beetje verder aan Ninose Poort is het nog erger, want daar zijn het er 3 die samenkomen. Ik woon op de boulevard, dus daar iedere keer als wij de politie bellen, is 1 kans op 2 dat de verkeerde politie komt. En dan moeten we dus opnieuw wachten tot de volgende patrouille komt van de juiste korpsen. En dat wordt ook pijnlijk duidelijk aan het Zuidstation. We doen de test. Als ik een geval van agressie zou willen aangeven aan het station Brussel-Zuid, kan dat bij jullie? Het is niet een station dat is voor de federale politie. Buiten een station dat is voor ons, dat is voor de zonale politie. Terug naar Goedelen. Kafka regeert in Brussel niet alleen op straat, maar ook op haar terras. Zo vecht ze al jaren tegen de wildgroei van schouwen van de lokale grillrestaurants die op houtvuur koken. Ook hier lijkt iedereen bevoegd. Niemand verantwoordelijk. Dus je hebt de bakker die 's nachts de geur van brood enzovoort en taartjes en zoete geur uitwasemt hier. En dan overdag zijn het dan die en die vooral die eigenlijk serieus overlast bezorgen. Dan moeten wij onze ramen dicht houden.
Ook al is het heel heet in de zomer. Want en dan moeten wij hier dat maar accepteren. Dus dat is wel een beetje veel. Het gevolg is dat ze hier heel der dagen in een pertinente barbecuegeur leven. En geen overheid die het kan of wil oplossen. Eigenlijk wordt de vraag bijna al teruggeketst, nog voor ze toekomt bij bepaalde niveaus van politiek en administratie. Waar men onmiddellijk zegt van wij zijn niet bevoegd, wij kunnen daar niks tegen doen. Dus je moet je probleem aankaarten bij het gewest en het gewest pingpongt dat dan terug. Je zegt nee, dat is weer een andere dienst, maar het moet terug bij de gemeente zijn, want bij het gewest doen we daar niks aan. Na 16 jaar denkt ook dit gezin aan verhuizen. Er is veel meer vijandigheid, er is veel meer onveiligheid. Mijn zoon is hier aangevallen een paar weken geleden. Gewoon voor onze deur, dat was vroeger nooit gebeurd. Ja, gewoon de jonge gasten die hem aangevallen hebben, die zijn gsm hebben afgepakt, zijn bankkaart. Ja, gasten onder invloed van crack of weet ik veel. Ze zeggen, si tous les dégoûtés s'en vont, il y a que les dégoûtants qui restent. Ja, dat is een afschuwelijke uitdrukking. Hè? Ja, ik ken die, ken ze, maar... Ja, dat is een beetje overal zo, maar er zijn echt wel heel veel mensen aan het vertrekken. Allee, wat moet er met de toekomst van Brussel als er echt wijken zijn waar jonge mensen al niet meer kunnen of willen wonen?